Het lijkt een hele stap. De supermarkt in zonder mondkap. Don't worry. A biwappie. Wat zie ik nou? Nou is jouw mond bloot. Door jouw schuld ben ik straks dood. Don't worry. Biwappie. Oeh, oeh, don't worry, be wappy. Het is heus je burgerplicht. Doe nou zo'n kap voor je gezicht. Don't worry. Biwappie. Neem nou toch gewoon die prik. Het is jouw schuld als ik straks stik. Don't worry. Biwappie. Don't worry. Biwappie. Oeh, 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 oeh. Oh, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Doe nou mee, doe niet zo raar. Heel even anderhalve meter maar. Don't worry. Wanneer gaan we terug naar normaal? Tegen die tijd ben ik vast kaal. Don't worry. Happy wappy. Yeah. Worden maar niet ziek. Ik ken er geen één in de kliniek. Don't worry. Happy wappy. Zijn die lui de weg soms kwijt? Of is het groepsimmuniteit? Don't worry. Happy wappy. Don't worry. Be wappy. I'm a wappie. You can be a wappie too. Ooh, don't worry. Ooh, be wappie. Ooh, let's all be wappie together. Ooh, don't worry. This is just a song about the butterfly people. This is just a song about freedom. This is just a song about the butterfly people. This is just a song about freedom. 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 Freedom.
freedom, freedom. The past is history, the future is a mystery, the present is reality. It's what we are, it's what we are. Freedom, 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 freedom. Every day I love my life a little bit more, a little bit more, and a little bit more. Every day I love my life a little bit more, a little bit more, and a little bit more. It's freedom, 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 freedom. We're singing and we're dancing and we're skanking our way. We're singing and we're dancing and we're skanking our way. We're singing and we're dancing and we're skanking our way. We're singing and we're dancing and we're skanking our way to freedom, 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 freedom. Dank jullie wel. Dit is Dennis. Wij hebben samen Youks for Freedom opgericht. En check ons op hartsongs.nl. En er komt nu in. Nou, mijn naam is Abe Dijkstra. Nu 28 jaar meer ondernemer. En in mijn vorige leven zeg ik wel eens, heb ik 21 jaar met overigens heel veel plezier bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt. En daarvan 5 jaar voor de politie Den Haag op algemene basis. Ik ben oud-hulpofficier van justitie, leider onderzoek geweest in ad hoc recherche teams. En ik heb ook veiligheidswerkzaamheden gedaan in Polen en in Zuid-Afrika. En toen ik in Polen werkte, was in de tijd van de Koude Oorlog, heb ik in de tijd van Jaruzelski, een dictator die aan de macht kwam, heb ik ook gezien hoe daar een overheid door heel subtiel de politie, de militia en het leger voor te bereiden en te masseren voor de onderdrukking van de burgers. Ik heb dat heel goed waargenomen als jong marché toen. Heb ik voor mezelf gezegd, elke vezel in mijn lichaam verzet zich daartegen als het ooit in Nederland zou gebeuren. En ik had never nooit verwacht dat het in Nederland zou gebeuren. Ik heb het al een tijdje teruggezien. In 2017-2018 zag ik al hoe het veranderde in Nederland. En toen een pandemie uitgerold werd, in maart, 15 maart, toespraak van Mark Rutte, 2020. Toen was ik heel scherp. En toen ik een interview plaatste van de huisarts Rob Elens, waar ik heel veel respect voor heb. Een huisarts die eerste lijns mensen gelijk genas met HCQ en zink. En die door onze schoolleraar Hugo de Jonge, die geen verstand van gezondheid heeft, als een kwakzalver werd neergezet, dan was ik helemaal klaarwakker. Maar ik werd nog veel wakkerder toen mijn interview op Facebook werd verwijderd. Ik denk, potverdorie, censuur ten top. En ik ben zelf ook die sportman. Ik heb een koers verleden. Ik heb 11 jaar actief gekoerst als wielrenner. En als je dan een virus hebt, dan denk je gelijk, kom in beweging, ga weerstand opbouwen, ga sporten. Buitenlucht, vitamine D, de zon. Ga wandelen, fietsen, paardrijden, skileren, maakt niet uit wat. We gaan weerstand bouwen. En niks van het alles. Al vrij snel werd er ingezet op vaccin. Dus het was voor mij een hele duidelijke zaak dat hier een andere agenda werd uitgerold dan gezondheid. En het verbaasde me eigenlijk, toen ik mijn uitspraak daarover, dat mensen gewoon er helemaal niks mee deden. Ik werd uitgelachen. En ik werd als complotdenker neergezet. En ik had ook al gezien in 2009, in oktober, toen de boeren demonstreerden in Den Haag, dat er voor het eerst
Romeo's werden ingezet. Zogenaamde undercoveragenten. Nou, ik denk dat het meer knokploegen zijn. En die werden ingezet om geweld uit te lokken. Maar de boeren lieten zich daar niet voor lenen. En dat gebeurde dus niet. Maar dat gebeurde wel verder op demonstraties. En toen ik ook zag dat steeds demonstraties... Een demonstratie is gewoon een recht, is een grondrecht van u, hè? Van u en mij, van ons allemaal. En als je geen met de overheid eens bent, dan moet je uit kunnen spreken. En het laatste redmiddel, als de Tweede Kamer niet doet wat het volk wil, is dan demonstreren. En ik zag dat er steeds demonstraties werden afgeblazen, werden verboden. En voor mijn gevoel zei ik, ik ben een vent die mijn hart volgt, zei ik, ik moet er zijn. Dus 21 juni was officieel een verboden demonstratie. Maar ik denk, ik moet daar zijn. Ik moet zien wat daar gebeurt. En ik wil er zijn voor mijn kinderen, kleinkinderen en voor de mensen waar ik van hou. Ik denk, ik wil niet dat mijn kinderen laten zeggen, Abe, waar was jij 2020 toen het misging in Nederland? Dus ik ben naar de demonstratie gegaan in Den Haag. En ik zag direct heel veel politie. Dat verbaasde mij, want ik ben het niet gewend bij een normale demonstratie. En die demonstratie die was gewoon gezellig. Leuke mensen, jong en oud, mensen met kinderen. En er werd zelf muziek werd er gespeeld. Niks aan de hand. En toen de demonstratie afgelopen was, toen liepen we met een hele grote groep richting station. Om... Naar, ik had mijn auto daar geparkeerd, dus ik wilde gewoon naar mijn auto gaan. En andere mensen gingen naar huis of naar de trein of naar de bus. Pak even een beetje water. Het is niet mijn vak om eigenlijk voor zoveel publiek te spreken. Maar ik ben in deze rol ben ik eigenlijk gekomen en ik loop er niet voor weg. Maar toen ik dus richting, dat Koekamp heette daar, richting station liep, werden wij gewoon opgewacht door een hele grote linie van ME. Er was links even een charge geweest en ik had voor het eerst dus, heb ik zelf gezien, voor het eerst had ik dus Romeo's gezien, die eigenlijk op uitlokken uit waren. Nou, dat lukte ze niet. En tot mijn stomme verbazing, ik ben misschien wel wat ouder als een paar jaartjes geleden, maar ik neem nog steeds goed waar als oud-regisseur. En ik zag met eigen ogen dat die Romeo's, die jongens en burger, door de linie van hem heen gingen en gewoon verdwenen in politiebusjes. Dus toen was ik helemaal klaarwakker. Ik denk, god, sorry, wat gebeurt hier? Maar goed, ik kon dus niet naar mijn auto toe, want de ME die zei van, die komt er niet doorheen. En we werden eigenlijk teruggedreven. En ik liep blijkbaar niet hard genoeg. Ik had trouwens gezien dat er mensen al geslagen waren door de ME. Dus moet je nagaan, mensen zoals jullie, vreedzame demonstranten, die gewoon opkomen voor hun grondrechten en voor hun vrijheid, die worden gewoon er mee in elkaar geslagen. Dat had ik gezien. Ik had ook gezien dat een man op zijn rug was geslagen. Ik ben ondernemer en ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ik denk, ja, ik moet maar tactisch gezien achteruit teruglopen. Dat ging blijkbaar niet hard genoeg. Ik werd door een ME gelijk vrij hard op mijn linkerbeen geslagen. En in mijn naïviteit ook nog, want ik was natuurlijk anders gewend van vroeger, zei ik van, joh, ben je bezig? Ik ben een oud politieman, stop met dit geweld. Nou, het was gelijk een harde klap op mijn rechterbovenbeen en toen nog had er een keer op mijn linkerbovenbeen. Dus drie harde klappen. Maar goed, dat zei zo. En toen zag ik dat een vrouw in moeilijkheden was. En die bleek achteraf hyperventilatie te hebben, een oudere mevrouw. En die wou ook helpen. En opnieuw werd gedreigd met slaan door die ME'er. En dan moet je nagaan in mijn tijd, als politieman, dan werden wij geleerd van, zij die hulp behoeven, moet je hulp geven. En dat kon ik dus niet doen. Dus daar heb ik nog spijt van dat ik er niet meer ben blijven staan. Ondanks misschien het nog meer klappen had gehad. Maar die vrouw die moest ik dus achterlaten. En tot mijn grote verbazing werd op onschuldige mensen het waterkanon ingezet. Dus er werden mensen ondersteboven gespoten. Ik zie het er zo voor me, een klein Indisch vrouwtje. Misschien van 1,60 meter lengte. Werd zo ondersteboven gespoten. Zo 3-4 meter weggespoten. En toen in één keer kwamen van rechts, zonder enige aanleiding, hè, zonder enige aanleiding. Het waren geen rellen, geen reldschoppers, het waren geen hooligans, kwamen de paarden aanstormen. Ik ben zelf zoon van een keuterboer en ik heb actief paard gereden. En de politiepaarden zijn zo'n beetje 1,65, 1,70 stokhoogte om het te imponeren, dat je er ontzag voor hebt. Als je een paard eigenlijk aankomt lopen, in stap, dan is het indrukwekkend, laat staan galopperen. En ik heb met eigen ogen gezien, hè, en daar wil ik ook zeker voor getuigen. Ik heb met eigen ogen gezien dat mensen weg moesten springen. Ik heb een jongetje weg zien springen, gelukkig achter een transformatorhuisje, zijn fiets weggooiend. En een paarden galoppeerden dan gewoon langs. Ik denk, god, ze konden wel gesnoven hebben, kook of zo. Het is niet normaal wat daar gebeurde. En het was ook bij die ME'er die mij sloeg. Ik keek hem in de ogen en ik zag alleen maar een hele koude blik.
Het is echt ongelooflijk hoe deze mensen tekeer zijn gegaan op het Malieveld. En er werden iets van 400 mensen zijn gearresteerd. Nou, ik ben niet gearresteerd. Ik kon net ontkomen via een gat in een heg. Maar ik heb er wel gezien wat daar gebeurde. En wat ik niet wist, is dat toen ik werd geslagen, was het gefilmd. En dat filmpje dat ging dus viraal. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd door Verzetgroep Friesland in Leeuwarden of ik wilde spreken wat mij overkomen was en hoe ik stond tegenover het politiegeweld. Dat heb ik gedaan. Dat was mijn eerste toespraak in het openbaar. Voor mij ook nieuw om dat te doen, maar ik heb het wel gedaan. En toen belde de Verzetgroep Friesland me op en die zegt van Abe, je gaat 100 keer viraal, 200 keer, 300.000 keer, 500.000 keer is je toespraak bekeken. En toen is mijn leven totaal veranderd. Toen werd ik gevraagd voor andere demonstraties en dat heb ik gedaan. Want ik vind dat politiegeweld moet gewoon stoppen. Als je een normale demonstratie hebt, dan moet je als politie moet je die faciliteren. Demonstratie is een grondrecht. En in mijn tijd, dat is natuurlijk een tijdje geleden, 98 jaar geleden, dan werd de politie het liefst niet zichtbaar, maar dan werd de politie met een platte pet, heette dat, die faciliteerde een demonstratie. ME werd altijd uit het zicht gehouden. Altijd uit het zicht. En als de ME wel op moest treden, dan was ME, als je verscheen, eigenlijk al genoeg om weg te gaan. Nu is het totaal andersom, hè. Nu word je geconfronteerd met een overvloed aan ME, politiepaden en zelfs politiehonden. Voor een normale demonstratie. Moet je voorstellen, jullie staan hier, mannen en vrouwen en kinderen. En er komt zo in één keer voor rechts, komen er een paar daar galopperen. Of mensen met honden. Dat is echt, echt ongelooflijk. En dat zie je constant, hè. Je ziet constant dat elke demonstratie moet blijkbaar met harde hand uit elkaar worden geslagen. Dan moeten arrestaties worden verricht. Ik spreek zoveel mensen die hebben nooit enig nare ervaring met de politie gehad. En nu worden ze opgepakt en ze krijgen waarschijnlijk een strafblad. Dat is echt ongelooflijk. En nog zie je mensen die zich gewoon niet durven uit te spreken, die het niet zien, die wegkijken en ja, blijkbaar in ontkenningsfase zitten tot het straks te laat is. Maar ik zie het heel helder en daarom spreek ik me uit. Het maakt me niet uit waar ik sta en waar ik heen ga. Maar ik vind jullie moeten echt nadenken wat er gaat gebeuren. En ik zou zo graag willen dat jullie vooral je eigen onderzoek doen. Ik ben niet hier om jullie te overtuigen, maar ik zie heel goed wat er gebeurt. Ik zie hetzelfde patroon is in Polen zoveel jaar terug. Het is angst, angst, angst zaaien. En ja, daar ben je gevoelig voor als mens, dat snap ik wel. Als je niet sterk in je schoenen staat, dan denk ik, ja, dat loopt me mee. Ik spreek zoveel ondernemers die zo bang zijn voor de boetes van 4000 euro of hoger. Of voor het sluiten van hun bedrijf. Maar ik heb ook al heel veel ondernemers gesproken die al gewoon kapot zijn. Bedrijven in de ondernemingssector, in de horeca, met een klein bedrijf, leuke kleine kroegjes, die zijn gewoon dicht. En de politie, die werkt daar gewoon aan mee, hè. De politie werkt mee aan het uitdelen van bekeuringen. In mijn gemeente was de burgemeester trots dat hij een politieauto extra had gezet voor de avondklok. Kun je je voorstellen? Een avondklok die normaal uitvoert als het oorlog is. En dat gebeurt gewoon in Nederland. En we accepteren dat gewoon. En daar verbaas ik mij enerzijds over. Andere kant ook niet. Maar we zijn opgevoed met het 8-uur-journaal. En met de krant als Telegraaf en NRC en noem maar op allemaal. En dan lees je niks, maar ook helemaal niks over wat er gebeurd is het laatste jaar. Je leest niks over de slachtoffers van zinloos politiegeweld. Je leest niks over de ondernemers die al kapot zijn. Het is helemaal geen hoor en wederhoor. Er zijn zoveel mensen slachtoffer van dit, van de zinloze onmenselijke maatregelen. Ik bezoek mensen die in elkaar zijn geslagen door de politie. Eigenlijk mijn collega's, hè? Ongelooflijk. Maar ik ben er 28 jaar bij. Ik zou me diep schamen als ik nu weer op iets zou werken. En er zijn gelukkig ook goede politiemensen, hoor. Want ik moet zeggen, de demonstraties in Enschede en in Leeuwarden en in Groningen zijn top verlopen. En de politie is daar gewoon zelf uit zicht gebleven. Dat zie ik hier ook zo. Hè? Ik zie twee politiemensen op de fiets heen. Nou, vier komen er nu aan. En ik zag een motorrijder. Maar tot nu toe staan ze netjes buiten de demonstratie hier. En het ziet er goed uit, zo te zien. Dus ze mogen ons faciliteren. Een applaus voor de politie. Ik was zaterdag in Slagharen, een mooie plaats.
En daar had de burgemeester zelfs gezegd van de politie moet uit het zicht blijven. Dus de politie was daar gewoon eigenlijk niet zichtbaar. Dus zo kan het ook. Ik wil graag zometeen 1 minuut stilte voor al die mensen die slachtoffers zijn geworden van de onmenselijke maatregelen. Ondernemers die kapot zijn. Mensen die in elkaar zijn geslagen waar geen onderzoeken naar komen. Ik bezoek een jonge vent, Thomas Post. Thomas Post, een leuke kerel, zou zomaar ideale schoonzoon kunnen zijn. Die is in elkaar geslagen door de laffe Romeo's. 3, 4 Romeo's zijn hem in de rug gesprongen na het boerenprotest in Bilthoven. Die jongen is zo zwaar mishandeld door de politie. Een misdrijf dus, hè. Mishandeld met zo'n ernstig letsel. Hij heeft op 3 plekken zijn knie gebroken. Hij heeft 1 van zijn enkels is deels verbrijzeld. Hij is hardhandig in een politiebus geslagen. Hij mocht niet de Romeo's herkennen. Hij is op de grond nog eens een keer geslagen. En hij werd afgevoerd naar Houten, het cellencomplex. Hij gilde het uit van de pijn. Hij zegt, ik wil graag een dokter. En er werd keihard gezegd, je gaat toch niet dood? Dat is politie Nederland, hè? Ik schaam me er heel diep voor. 6 uur is hij daar opgesloten. 6 uur is hij daar heen gebracht. 9:30 werd hij pas vrijgelaten. Hij kermde van de pijn. Mensen hebben hem opgevangen. In de rolstoel is hij gewoon buiten gezet. Zo ontzettend onmenselijk. Ongelooflijk. Dat ken ik van mijn tijd niet. De artsen, de chirurgen, die schrokken van het letsel wat hem toegebracht is. Hij is meerdere malen is hij geopereerd. En hij weet nu, er komt geen onderzoek. Dus de daders gaan gewoon vrij uit. En dat zie je ook met de ME. De ME in Duitsland heeft gewoon een nummer op zijn helm en op zijn pak. Dus kun je altijd klachten dienen. In Nederland hebben we geen nummers op de ME pakken. Dus de ME'ers en de Romeo's, die ontzettend zware lessen toebrengen aan onschuldige mensen, die komen daar gewoon mee weg. Die komen daar gewoon mee weg. En die voelen zich onontastbaar. En ik hoor steeds meer geluiden van politiemensen die mij benaderen. En die zeggen dat het aangestuurd rechtstreeks vanuit het ministerie van Grappenhuis. Ongelooflijk wat hier gebeurt in Nederland. En als jullie het niet zien, mensen, dan is het straks te laat. Ik heb in mijn omgeving zoveel mensen geknuffeld en een hand gegeven. En dat heb ik ook constant ben ik blijven doen, 1,5 jaar. Dus ik heb gewoon in praktijk gebracht groepsimmuniteit. Ik ben niet ziek. En in mijn kennissenkring, en er zijn er heel veel, duizenden mensen, is er niemand overleden aan corona. Niemand. Er zijn wel mensen die hebben griep gehad, misschien een paar weken wat minder, maar niemand overleden. Nu met de vaccinatie zijn in mijn directe omgeving al 3 mensen overleden aan vaccinatie. En dat mag niet gezegd worden. Een collega ondernemer, 62 jaar, internationaal ondernemer, Italië, vaccinatie genomen. Na 5 dagen overleden. Vrienden van mij, zijn vrouw blijft nu bij ons, die vangen we tijdelijk op. Dat zijn vrienden van hun, die deden samen zaken. Dus de zakenpater is dus overleden in Italië. 5 dagen, hoor je niemand over. Dus kijk ook goed uit wat vaccinatie kan doen. Het is ook heel vreemd, ik ben ondernemer, ik ben gewoon aansprakelijk voor mijn werk wat ik doe. Als ik een opdracht niet goed doe, en je vindt dat ik niet goed doe, oké, dan kom je samen eruit als het lukt. En zo niet kun je mij aansprakelijk stellen. En dat hoor ik zo, hè? Ik ben ondernemer. Maar de mensen die de vaccinaties maken, zijn niet aansprakelijk. Zijn niet aansprakelijk. En je kunt alles nalezen, hè? Die vaccinaties is gewoon een experimentele fase. Tot 2023. Na de oorlog zeiden wij, we mogen geen proeven meer doen op mensen. En nu doen wij proeven op mensen. En er staan sommige mensen zelfs te dringen om de vaccinatie te halen. Ongelooflijk. Nou, ik laat het niet zetten over mijn lijk. Ik ben baas over mijn lijk. En geen vaccinatie voor mij. En ik zou nu heel graag 1 minuut stilte willen voor al die mensen die lijden onder de onmenselijke maatregelen van het COVID-beleid. Voor de mensen die je niet kunnen zijn. Voor de mensen die in elkaar zijn geslagen. En voor de mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Een leuke, spontane, jonge vrouw, 28 jong, Heerenveen. Zelfmoord gepleegd omdat ze dit niet meer aankomt, dit beleid. Pas een jongen van 14 jaar. En zo gaat het maar door.
Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En dit moet stoppen. Ik wil u graag 1 minuut stilte. En ik hoop ook dat de politie, die meeluistert, ook even 1 minuut stilte kan opbrengen. Als respect voor deze mensen. Dankjewel, politie. Dankjewel. Ik ben ook blij dat de politiemensen uitspreken, al wordt het anoniem, bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Er zijn nu al richting 70 mensen die zich uitgesproken hebben wat er gebeurt binnen de politiekorpsen. Mensen die uitgesproken hebben wat er gebeurde 21 juni. Dat ze 's morgens al de briefing kregen van we gaan optreden. En er waren een paar ME'ers die zeiden optreden, we weten niet eens wat er gebeurt. En er werd gewoon gezegd mond houden, je gaat gewoon doen wat wij zeggen. Dus ik ben zo ontzettend blij dat deze mensen uitspreken en mijn verhaal bevestigen wat er gebeurd is 21 juni. En er zijn heel veel mensen die het niet meer kunnen opbrengen om nog te werken binnen de politie. Het ziekteverzuim wordt groter. En er zijn steeds meer mensen die gelukkig zeggen wat er gebeurt. Er zijn ook mensen binnen de politie die bevestigen anoniem dat er inderdaad drugs gebruikt worden. Nou, ik vind dat niet verwonderlijk. Als ik heb gezien met wat voor enthousiasme politiemensen, ME'ers en Romeo's gewoon inhakken, inslaan met een lange lat op onschuldige, ongewapende mensen. Diep triest. Diep en diep triest. Ik herken dat helemaal niet van mijn tijd. Ik schaam me daar gewoon voor, dat zulke mensen bij de politie werken, dat zulke mensen een uniform dragen en dan denk dienstbaar en waakzaam. Voor wie in vredesnaam? Niet voor de burgers, niet voor de ondernemers, de horecamensen of de boeren. En we hebben met z'n allen bewezen op de mars van Dennis Paanstra, en Dennis is een politieagent nog in dienst, is op non-actief gezet, doordat hij zich uitspreekt. Maar Dennis heeft een mars georganiseerd. Police for Freedom. Hij had gevraagd van welke gemeente wil het faciliteren. En je voelt het al, geen gemeente uiteraard. Gemeente Hilversum, afgeblazen. Gemeente Apeldoorn, gelijk. Noodverordening uitgeroepen. Er was een plan B. En we hebben het gedaan in Baren. En de politie kon het niet opschalen. En het is een heel mooi bewijs dat als de politie niet kan opschalen, er zijn geen Romeo's, geen ME, geen politie te paard, geen politiehonden, is er geen geweld. En Baren, 7000 mensen, geen enkel geweld. Yeah. En ik sluit zo af. Maar de tweede mars komt eraan, zaterdag 8 mei. Zaterdag 8 mei gaan we met z'n allen succes van maken. Jullie zijn van harte welkom. En ik wil ook een groot compliment geven aan de oud-militairen en de oud-veteranen die er waren. 10 april in Baren en die ons hebben beschermd. Diep respect voor deze mensen. En ik baal er enorm van dat deze mensen werden weggezet in Amsterdam als verklede jongens. Je kunt overal wel een beret kopen. En de artsen en de mensen, de zorg die meeliepen, ja, dat is zijn foppers, het zijn carnavalsjongens. Ze hebben een wit pakje aangetrokken. Zo ontzettend respectloos. En als je ziet dat de veteranen en de oud-militairen, die juist voor ons zijn uitgezonden naar het buitenland, die weten wat het is om een democratie te verdedigen, die weten wat het is om grondrecht te verdedigen, die de houding aannamen voor de media, de politie, en die werden gewoon keihard weggespoten. Zo ontzettend respectloos. En ik hoop dat de politie nu gaat nadenken wat deze mensen voor ons betekenen. Dus ik wil een groot warm applaus voor Dennis Paanstra, voor de Police for Freedom, en voor al die veteranen en militairen. Dankjewel. Ja, bedankt samen. Winterdere.
angstig. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Op een morgen werd ik angstig door een virus dat komen zou. Niet veel later werd ik wakker. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Niet veel later werd ik wakker. Het is een zaak die ik niet vertrouw. Ik hoor de leugen. Ja, dat is het. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Een grote leugen. Ja, dat is het. En ze dreven ons in het nauw. Vanaf de eerste toespraak in maart vorig jaar, toen voelde ik het al. Er klopt hier iets niet. Misschien dat een aantal van jullie dit ook herkennen. En misschien was voor sommigen het moment wat later. Maar in het begin hield ik dat nog een beetje voor me. Ik deelde het wat met vrienden en familie. Soms hadden ze dezelfde vragen, maar meestal dachten ze er duidelijk anders over. Nu volgde ik ook Frank Rusink, die hier vandaag ook is, al een tijdje met zijn post die mij heel erg raakte. En op vrijdagochtend 1 mei 2020 was dat ook zo'n rake post. Ik besloot om mijn gevoel in woorden om te zetten en op Facebook te plaatsen. Het moest er echt uit. Het was een post waarin ik mijn vragen stelde bij het beleid wat gevoerd werd. Maar vooral over de onmenselijke, buitenproportionele maatregelen. Maatregelen gebaseerd op willekeur. Maatregelen die veel meer slachtoffers zouden kosten. En maatregelen die niets met gezondheid te maken hadden. Die post werd maar liefst 3600 keer gedeeld. En ik kreeg er vooral positieve reacties op. Blijkbaar was ik dus niet de enige met deze gevoelens. Mensen reageerden onder mijn post, maar stuurden vooral heel veel privéberichten. Omdat ze zich niet openbaar durfden te uiten. Was dit Nederland met zijn vrijheid van meningsuiting waar je alles mag zeggen? Een vriend belde mij binnen een uur op. Haal die post weg. Er reageren allemaal gekkies op. En je maakt je eigen bedrijf zo kapot. Ook bij hem riep het dus iets op. Maar wel iets anders dan ik van hem verwacht had. Ik ben blijven schrijven. Vooral omdat dit mij heel erg opluchtte. En ook buiten Facebook kwamen mijn woorden verder. Eldor belde mij vorig jaar juli op of hij mijn verhaal, als jij het normaal vindt, mocht voorlezen in Enschede. En vandaag heeft Jorrit deel 6 voorgelezen. Ik had gehoopt dat dat niet nodig was. Het voelde daardoor best raar, maar het creëerde ook verbondenheid. In juni, 21 juni vorig jaar ben ik samen met mijn 70-jarige buurman en andere wakkere hellevoeters naar Den Haag gegaan. Dat voelde voor mij heel erg goed. Ondanks de politieovermacht en het politiegeweld wat daar echt schandalig was. Maar het gaf mij ook aan waar ze zo bang voor zijn. Die verbinding, dat is waar ze in Den Haag zo bang voor zijn. En dat proberen ze ons op allerlei manieren lastig te maken. Samenkomen of verenigen,
Artikel 20 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. En dit mensenrecht is ons nu verboden. Zelfs in de buitenlucht ben je met meer dan twee mensen die niet uit hetzelfde gezin komen als strafbaar. Bizar toch? Terwijl wij dat samenkomen zo erg nodig hebben als sociale wezens. En iedere dag zie ik weer hoe lastig mensen dit vinden. Zelfs de mensen die braaf zo'n niet werkend mondkapje dragen in de supermarkt. Ook zij denken dat ze zich voorbeeldig aan de regels houden. En toch zie ik iedere keer weer dat ze deze onmenselijke regel gewoon vergeten. Even een praatje met elkaar maken, in een groepje. En gelukkig maar. Kijk de laatste weken naar de mensen die zich verzamelden in de parken. Maar helaas kregen zij nu te maken met het spelletje van handhavers en media. Zoals wij dat al een jaar lang krijgen. Toch hoop ik dat ze er flink van genoten hebben en dat het ze niet weerhoudt om samen te komen. Demonstreren is voor mij ook een manier om te verbinden met gelijkgestemden. En dat proberen onze machthebbers steeds weer te voorkomen. Demonstraties worden iedere keer weer verboden als er te veel mensen op afkomen. Gelukkig mogen we hier in Doetinchem wel demonstreren. Maar ik weet zeker dat als hier 1000 mensen of meer naartoe waren gekomen, dat het waarschijnlijk ook verboden was geweest. Ook al is dit terrein groot genoeg hiervoor. Het heeft namelijk niets meer te maken met volksgezondheid. Want anders zouden ze ons ook niet bij elkaar drijven, in elkaar meppen en in bussen stoppen. En na een jaar lang als vrijwillige controlegroep aan dit experiment hebben deelgenomen, hebben wij wel bewezen dat dit gewoon wel kan. We leven allemaal nog steeds. Het heeft ook niets te maken met wanordelijkheden. Die komen namelijk nooit vanuit ons, maar altijd na onnodig ingrijpen door politie en ME. Bijna alles wat je kunt doen om impact te maken is nu verboden. Je wordt meestal op een achterafveldje of plein gezet, zodat niemand je ziet. En dus sta je alleen met gelijkgestemden. De media laat iedere keer weer zien dat journalisten heel goed kunnen goochelen met woorden, maar bar slecht kunnen tellen. Wat zal er vanavond weer in de kranten staan? Tientallen demonstranten kwamen naar Doetinchem. Verbinding is datgene waar onze machthebbers zo bang voor zijn. Eendracht maakt macht. Daar zijn ze bang voor. De macht die ze nu hebben, geven ze niet graag meer uit handen. En macht slaagt vaak naar meer. Ze willen nog meer macht over de bevolking. En dat doen ze door mensen bang te maken. De angst te creëren. Door te goochelen met woorden en cijfers. Door een virus zo te gebruiken dat mensen niet meer zelf durven nadenken. En als mensen het virus zelf niet meer zo eng vinden, dan en zien dat er geen killervirus in hun omgeving is, dan komen er nieuwe angstaanjagende varianten. Zolang iedereen maar bang blijft. Maar we kunnen niet in angst blijven leven. Mensen gaan nu eenmaal dood. Dit hoort bij het leven. We zullen dit moeten accepteren zoals het is. En we zullen onszelf als mens moeten versterken. Niet zwakker moeten maken. We zullen moeten voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal. Dat kunnen we doen door ons met elkaar te verbinden. En ja, ook met de mensen die het nu misschien nog niet kunnen of willen zien. Die niet doorhebben wat er hier aan de hand is. Zodat we samen op kunnen staan. Zodat we samen kunnen zeggen, genoeg is genoeg, tot hier en niet verder. Onze groep wordt steeds groter. En misschien komen we dan nog steeds niet allemaal massaal tegelijk samen, omdat het niet mag of omdat het ontmoedigd wordt. Toch staan er steeds weer mensen op. Spreek jezelf uit. Zorg dat jij de inspiratie bent zoals Frank mij inspireerde. Laat anderen weten hoe jij hierin staat. Ook al kun je soms nare reacties krijgen. De positieve reacties die zullen winnen. Ga naar buiten. Spreek je uit. Ga naar een mars of naar een demo. Groot of klein, dat maakt niet uit. Sluit je aan. Verbind met elkaar. Deel folders of krantjes uit. Maar deel minstens jouw mening. Sta op. Doe iets. Ik hoop dat ik vandaag jou heb geïnspireerd om verbinding te zoeken, maar vooral om actie te ondernemen. Zodat jij ook weer iemand inspireert en zodat we hier de volgende keer met 2 keer of misschien wel 10 keer zoveel mensen staan.
En de dag komt, dan staan we daar met z'n allen. Samen en in verbinding. Want alleen samen krijgen wij onze vrijheid weer terug. Dank jullie wel dat jullie hier waren. En dankjewel Jorrit en alle mensen vanuit Achterhoek in Vrijheid. Dank jullie wel. Jurgen, mag ik jou horen? En Doedigum, de mannen. Mag ik alle Doedigumse mannen horen? En dan alle vrouwen. Woehoe! Dat klinkt goed. Mooi. Dan kan ik beginnen. Oh ja. Vandaag gaan we het namelijk over jou hebben. Jou, jou, jou en jou. En ik doe een rechtstreeks beroep op jouw kracht. Ik ga jouw kracht rechtstreeks aanspreken. Maar eerst even een klein stukje over mezelf. Vaak hoor ik, als ik over een demo loop, van wauw, wat doe jij het geweldig en dankjewel. En mensen die me aanspreken en zelfs aanklampen. En mensen die delen hun innerlijke wereld met mij. En dan voel ik me bevoorrecht, dan voel ik me dankbaar. En van de ene kant naar de andere kant van het Museumplein doe ik ongeveer 4 uur over. Daar heb ik letterlijk een dagtaak aan. En laatst liep ik met een BN'er van de ene kant naar de andere kant voor een interview. En ze smeekte mij, doe alsjeblieft een vuilniszak over je hoofd, want we komen er nooit. En uiteindelijk we zijn er gekomen, we waren op tijd voor de opnames, dus allemaal prima. Maar het zijn allemaal mensen die naar je uitreiken. En sommigen die doen dat vanuit liefde, vanuit dankbaarheid en vanuit waardering. En anderen ook om die redenen, maar misschien ook wel vanuit wanhoop. En vanuit leegte. En vanuit een roep om hulp. Maar wat al deze mensen met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal hopen dat jij iets voor hun kunt vervullen. En dat doet me denken aan een situatie die ik een tijd geleden meemaakte met een vriendin. Een jaar of 20 geleden. En dat was een vriendin, die was net eigenlijk een vriendin aan het worden. Een hartsvriendin. En zij zag dingen in mij waarvan ze dacht, ja, dat heb ik niet. En ze plaatste mij op een voetstuk, althans dat probeerde zij. Maar ik heb het cadeautje niet geaccepteerd. Ik heb bedankt. En hoewel het best wel verleidelijk was, mijn ego die werd gestreeld en alles wat ik heb gemist aan erkenning in mijn leven, in mijn jeugd, nou, dat kon wat mooi gecompenseerd worden daardoor. Maar het was voor mij glashelder. Ben ik goed op staan trouwens? Ik laat mij niet op een voetstuk plaatsen. Want lieve mensen, gelijkwaardigheid is de basis van elke gezonde relatie. En wij zijn allemaal gelijk. We zijn misschien niet precies gelijk aan elkaar, maar wel allemaal gelijkwaardig. En laat me even een momentje meenemen. Laat me jou even een momentje meenemen door mijn leven op dit moment. Ik ontmoet dus hordes mensen, honderden mensen, duizenden mensen in de afgelopen paar maanden die ik heb omhelst, heb geknuffeld. Bijna overal waar ik kom is waardering en liefde en warmte en openheid. En eigenlijk is er wat dat betreft weinig veranderd in mijn leven. Dat die openheid, die is er. Ik mag gewoon eindeloos mensen blijven knuffelen. Er zijn geen mensen die zich afsluiten of die dat allemaal niet willen. Nee, er zijn juist veel meer mensen die dat wel willen. En ja, natuurlijk komt er soms wel eens een lullig stukje over mij in de krant. Maar ja, inmiddels weten wij ook wel allemaal dat je dat niet meer serieus hoeft te nemen. Dus ik begeef me vrijwel uitsluitend onder de liefde mensen. Ik mag knuffelen met lieve, warme zielen. Over cadeaus gesproken. Wauw. En dan neem ik je even mee op een wandeling door het leven van de mensen die mij aanspreken, die mij aanklampen. En dat zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen. Die worden op een afdeling dagelijks genegeerd. Ze worden doodgezwegen, ze worden voor wappie uitgemaakt, ze worden niet gehoord. En ze worden, en zelfs indirect verplicht tot vaccinatie, want anders dan staat je baan op de tocht. Zij zijn leraren of leraressen in het basisonderwijs. Zij worden ook genegeerd. Zij worden gedwongen om kinderen te laten doen waar hun hart van bloedt.
Ze worden niet erkend in hun zienswijze en ze zijn onzeker over het onheil dat er nog misschien wel op ons afkomt. En vooral voor deze arme kinderzielen. Zij zijn politieagenten. Nou, die klampen mij niet zo vaak aan hoor. Maar ik spreek ze wel regelmatig. En we hebben allemaal de BPOC wel gehoord. Wie heeft die gehoord? Al die politieverhoren, ja precies. Schrijnend. Zij zeggen, ik moet een vrouw opsluiten, ik moet mensen knuppelen. Ik word gedwongen vanuit mijn omgeving om onschuldige burgers neer te knuppelen. Zij staan te huilen, heb ik net gehoord, op het veld. Omdat ze de druk van hun collega's voelen dat ze een onschuldig mens moeten slaan. En wat voor leven heb ik dan? Ik sta af en toe op een podiumje een beetje een verhaaltje te vertellen. En al deze mensen worden dag in dag uit geconfronteerd met deze weerstand, met de druk om zich heen. En wat ik maar wil zeggen, lieve mensen, we hebben allemaal onze rol in deze strijd. En de een is niet meer dan de ander, de een is niet beter dan de ander. En waardeer jezelf om alles wat je doet. Waardeer jezelf omdat je hier weer staat. Waardeer jezelf omdat je dag in, dag uit je rug recht houdt. En waardeer jezelf omdat jij die rol pakt die precies bij jou past. En vergeef jezelf ook soms. Dat je het soms even niet weet. Dat je het misschien eens niet lukt om je rug recht te houden. En dat je mens bent. En het soms even niet meer ziet zitten. Wees mild voor jezelf. En vergeet jezelf. En lieve vrouwen, mag ik jullie nog één keer horen? Want waar blijven jullie? Waar zijn de vrouwen? Yes! Want hoe komt het nou dat ik hier samen met Miranda als enige vrouw op het podium staan. Waar blijven de vrouwen? Ik vraag het me soms af. We hebben zelf ook demonstraties georganiseerd. Het was zo moeilijk om vrouwen te krijgen die willen spreken. Dus vrouwen, alsjeblieft, laat je horen. En dan, yes, kom maar, op het podium. Je mag ook zo wat zeggen als je wilt. Ik heb een hele korte namelijk deze keer. Even kijken, waar was ik? Ja, dus de vorige keer was ik de enige vrouw. Nu gelukkig niet. Nu ben ik de derde vrouw, dat is mooi. Maar lieve vrouwen, ik heb een geheimtje voor jullie. Je bent goed zoals je bent. Hebben jullie het gehoord? Je bent goed zoals je bent. Neem je ruimte in. En ga staan voor wie je bent, vanuit jouw eigen vrouwenkracht. En lieve mannen, even een kanttekening voor jullie. Denken jullie er dan aan om even een stapje opzij te doen voor deze prachtige, dappere vrouwen? En dan nog even over die vrije wil. Wij allen, niemand uitgesloten, hebben het recht op een vrije keuze. Dus zelfs wanneer iemand zich laat inenten, omdat deze verplicht wordt, zogenaamd, door de werkgever, hebben wij een keuze. Ook als dat betekent dat jij dan kunt vertrekken. Je kunt daar altijd voor kiezen. En ik geloof heilig dat wanneer jij je eigen wil, je eigen vrije wil volgt en je vertrekt daadwerkelijk, dat er 10 opties voor jou openstaan. Ik zit heel veel te improviseren, dus ik moet telkens terugzoeken waar ik was. En ook wanneer we worden geweigerd in een winkel omdat we geen mondkapje dragen. En wat mij dus laatst ook overkwam, is dat ik ging naar een winkel toe. Ik weet niet of jullie het kennen, Vroomvast. Dat is een winkel waar je alles uit het vat kunt krijgen. Dus je kan olijfolie en sterke drank en zo krijgen. En dan neem je je eigen flesje mee. Nou, ik ben een beetje milieubewust, dus ik doe dat altijd. En ik wil zo'n winkel dan steunen. Maar ik kwam daar zonder mondkap. Nou, de eerste vrouw die ik tegenkwam, die daar werkte, die, nou, allemaal prima. Ik zei, ja, kan ik daar zo, kan ik mijn eigen flesje ook meenemen? Want ik wil echt een beetje milieu redden, soort van. Dus ja, prima, kom maar terug met je flesje. Dus ik kom 2 minuten later terug, komt er een man achteruit de winkel. Hij zet gelijk zijn mondkapje op.
En hij zegt tegen mij, waar is je mondkap? Ik zei, nou, dat heb ik niet. Maar alles was in het Engels, dan moet je een beetje zoeken naar je woorden. Ik zei, ja, ik hoor onder de uitzonderingen. Die bestaan niet. Ik zei, nou wel, ik ben er eentje, kijk maar. Dus, nee, ik loop een beetje gedesillusioneerd, loop ik terug. Ik denk, ja, maar ik wil gewoon dit concept, wil ik steunen. Dus ik ga naar huis. Ik neem dat kaartje mee met die uitzondering, want die had ik daarvoor niet mee. Ik neem een flesje mee, het kaartje mee. En ik zei, jongens, ik vind dit een super concept. Hiermee redden we een stukje van de aarde. Laat mij alsjeblieft hier mijn mooie olijfolie kopen. Nou, oké dan. Dus hij roept die vrouw weer erbij en ik krijg eindeloos uitleg over alle oliën die daar zijn. En dan wordt het ingetapt. En dan komt die vent weer. Ja, mag ik je dan nu vragen om te vertrekken? Mijn olie wordt nu getapt. Moet ik nou buiten staan te wachten? Die 1,5 seconde terwijl ik net alle olie heb kunnen ruiken, proeven enzovoort. Nou goed, dus dat soort dingen. Heel aparte situatie. Maar welke verplichting je ook lijkt te hebben, er is dus altijd een keuzemoment. En stilzwijgend meegaan is ook een keuze. Zwijgen is toestemmen, dat hou je rug recht. En je kan ook een stilzwijgend protest hebben, hè? Dat is ook prima. Maar stilzwijgend meegaan, weet wat je doet. Onze vrije wil is een groot goed. Een universele wet waar niets en niemand aan kan tornen. Sluit je bijvoorbeeld aan bij Keuzevrij bij mij. Fantastisch initiatief. En we staan nu op een super bijzonder moment in deze gehele historie. Een punt waarop wij bewust of onbewust voor het licht of voor het duister kunnen kiezen. En aan jullie de vraag. Hoe ga jij jouw vrije wil inzetten? Wat wordt jouw bijdrage? Wat is jouw kracht? En hoe ga jij die inzetten? Jij bent nu aan de beurt. Voor jullie is het een veel grotere uitdaging. En ik heb diep respect voor hoe jullie elke dag in dag uit, met deze situatie omgaan. Jij speelt de hoofdrol. En jij bent de topper, niet ik. Dankjewel. Een groot applaus voor jezelf. Dankjewel, alle 7, dankjewel. Dream of holding hands and hugging too. I wanna dance at a concert with you. And I think to myself, what a wonderful world. Taking care of each other. Je bent een held omdat je hier staat.
Je bent een held omdat je opkomt voor jezelf. Je bent een held omdat je opkomt voor je medemens. Je bent een held omdat je je durft te verbinden met een meerderheid, met een minderheid die ooit een meerderheid gaat worden. Je bent een held omdat je je niet meer laat ridiculiseren door welk verhaal in de media dan ook. Je bent een held omdat je ja zegt tegen datgene waar jij in gelooft. Je bent een held omdat je nee zegt tegen machtsmisbruik, leugens en onderdrukking. Mijn verhaal hier in Doetinchem gaat vandaag over het feit dat we allemaal helden zijn omdat we ons durven uit te spreken. Mijn verhaal heeft de intentie om je te stimuleren, inspireren en aan te moedigen om die liefdevolle rebel te zijn. Ik zeg vaak dat de wereld niet meer slimme mensen nodig heeft. Nee, de wereld heeft meer moedige mensen nodig. Liefdevol rebelleren zorgt ervoor dat deze wereld in balans komt. Liefdevol rebelleren zorgt ervoor dat wij ons geboorterecht opeisen. We hebben het recht op leven. We hebben het recht op vrijheid. En we hebben het recht om ons geluk na te streven. Zogenaamde leiders die ons een avondklok, een niet werkend mondkapje, een lockdown en een vaccinatiepaspoort opdringen, misbruiken hun macht. Het zijn deze leiders die ons onbewust aanmoedigen om deze aanvallen op ons geboorterecht af te slaan. Zij nodigen uit om ons te verdedigen. Ze nodigen ons uit om meer dan ooit om al onze onvervreembare rechten op te eisen. We hoeven niet terug naar het oude normaal. We mogen net zo lang doorstappen totdat we allemaal gelijk zijn. Dus sta ik hier vandaag in de Achterhoek. Ik sta hier op de geboortegrond van mijn voorouders. En ik ben dankbaar dat ik jullie mijn verhaal mag vertellen. Mijn verhaal gaat erover hoe jij als gelijkgestemde samen met anderen de macht kan terugpakken. Dit doe ik aan de hand van 3 ervaringen. Ervaringen die mijn leven hebben gevormd en die mij als persoon hebben gevormd. Het zijn 3 gebeurtenissen die mij hebben gesterkt dat wij in deze tijd ook als David van Goliath kunnen winnen. Het zijn mijn persoonlijke ervaringen waardoor ik zie dat wij de Galliërs van de moderne tijd zijn. Wij kunnen de Romeinen van deze tijd, de globalisten, Big Pharma, de Bill Gates van deze wereld, het land uitkrijgen als wij het echt willen. The girl for me could never be mine. I know love is free, so that is just fine. I knew all along she had to fly. We sang this song, a beautiful goodbye. 2, 3, 4! Sing gypsy sing, the gypsies dance. Life is for love in a cheap romance. The gypsies dance, sing gypsy sing. Lights for laughter, let's spread your wings. Fire up my name, yeah, don't spare me. Esta vida es del amor. Fire up my name, canta, canta. Esta vida es del amor. Fire la la la, fire la la. And dance, gypsies dance.
zigeuners dans. Elke dag is weer een nieuwe kans. Zigeuners dans, zigeuners zien. Er is geen kans dat ik de dans ontspring. Baila, baila, ja, dans maar mee. Esta vida es el amor. Baila, baila, ja, dans maar mee. Esta vida es el amor. Baila, la, 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 la. Yes, ladies and gentlemen, super tof om jullie hier vandaag allemaal te zien. Allemaal gezamenlijk met één gezamenlijk doel: vrijheid. We leven namelijk in een land waar we steeds minder mogen en steeds meer moeten. We leven in een land waar we steeds minder rechten hebben en steeds meer plichten hebben. Ik ben voor een vrij land. En in een vrij land is er geen mondkapjesplicht. Hoogstens een advies, maar in een vrij land ligt de keus altijd bij het individu. En één ding wat ook heel belangrijk is. Wat Bas net al zei, we moeten ons niet tegen elkaar op laten zetten. Waar je ook in gelooft, of je nou atheïst bent, jood, moslim, christen, whatever. We moeten samen één vuist vormen tegen de corrupte regering. En daarom zeg ik, kom in opstand. Mag ik een vuist in de lucht van jullie allemaal? Yes. That boy is Benny Hahn. Ik verbaas me erover dat de Nederlanders die er al lang in opstand zijn gekomen. Dat mondkapje dat jij hier op hebt, is totaal zinloos. Denk aan de horeca, denk aan de evenementen, denk aan, al die mensen die nu gewoon een hele business kapot zien gaan. Het is een tijd voor mijn pijn, het is het einde nabij. De oude Nederlandse vrijheid is kwijt. En ik ga niet voorbij aan het feit dat 80% doet aan schijnveiligheid. Kom in opstand, het is dom dat je zwicht. Daardoor die nutteloze mondkapjesplicht. Gewoon je bek houden, je bent ondergeschikt. Als je er tegenin gaat, hou je mond nou maar dicht. Of je wordt gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Als opstandeling gearresteerd, gedemoniseerd en geïntimideerd. Tot je je toch maar fascineert. Gefascineerd door hoe de mensen alles afstaan. Met de media's misselijk makende achtbaan. Lockdown, nu we toch vastlopen. Kunnen we nog één ding in opstand komen? Dus kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan. Dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan. Dat je opstaat en vecht voor je kans. Tijd voor actie, zelfs je oma knuffelen, dat mag niet. Gemeld korf, dus dat moet weg, covid die moet weg. Want hij komt je killen in de fractie. Dan proberen ze je wijs te maken. De maatregelen zijn eigenaardig. Voor de koud en bezuinigingen van het kabinet moeten wij de prijs betalen. Foxen, geridiculiseerd, gegeneraliseerd en gezet als complotgek. Geoptimaliseerd en gemotiveerd, de vechten die ik in je opdek. Zie de kloof tussen arm en rijk en de VVD die is van de partij. Dit is dictatoriaal en een ver van liberaal. Mark de MSP'er, hoe laf kan je zijn? Huh? Kom in opstand, voor die vuist in de lucht mensen. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je
besef wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Ben ik niet de emo? Komt de boodschap aan bij een leeg hoofd? In een land waar ze mensen met een goed hart oppakken en bescherming bieden naar pedo's. Een land waar het goede te bestraffen is, waar de zogenaamde verstandige nu een bange is. Waar gezondheid een prikje van masker is en waar de leiding aan een groepje mannen zonder ballen is. Het land waar je zonder meer wordt gecensureerd als je mening van de norm afwijkt. Waar ik niet meer ben gecultiveerd, maar een aso ben als ik niet meer volg wat zij. Killing, praktijk is het. Geen vrij land, ga niet op pad, blijf binnen is de boodschap. Heb je kanker, ga je dood, want COVID gaat voor, zeg je afscheid, zinnen. Of kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Yes, laat je horen voor onze vrijheid, mensen.